Wat weten wij van het geheime team van Tamara Zorgvliet? Maat. Koud ijs. Woudstra. Helene Woudstra. Wat heeft het allemaal met elkaar te maken? Verbergen zich achter ministeriefuncties. Misschien zijn het er nog wel meer. We moeten ze van binnenuit vernietigen. Je broertje is weer buiten aan het rellen. Je verpest het weer voor iedereen. Heb je nog wat klos voor me? Ja, ligt daar. Vijf meisjes. Vijf meisjes in de fik gestoken. Tegelijkertijd op vijf verschillende plaatsen. Een vuurdoop. Met je hoofddoekjes in de fik steken. Is dat normaal? Een meisje heeft 30 graden brandwonding aangezet. Wie in godsnaam doet zoiets? Weet ik veel. Het is anoniem natuurlijk. Niemand die zoiets durft op te eisen. Het is georganiseerd. Naties. Het is natuurlijk wel een winkelcentrum. Dus daar hangt het vol met camera's. Ik denk dat ze ze zo zullen pakken. Nou, ik ga ze tracen. 8 jonge Marokkaanse vrouwen werden in brand gestoken. Een van de vrouwen die in brand gestoken is, is de 18-jarige Najiba A. Zij is er zeer ernstig aan toe en ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Opmerkelijk genoeg speelde zich tegelijkertijd toen dit gebeurde iets totaal anders af in de stad. Hier achter mij is de ravage te zien die Marokkaanse jongeren zojuist hebben aangericht bij het hoofdkantoor van Hollands Glory. Ze bestormden het pand, er werden auto's in brand gestoken, ramen sneuvelden en de heer Van Dorp wist nog ternauwernood het pand te verlaten. Die ons nazi's durven noemen. Rahim, Eji. Hier de hele geschiedenis door. Wat hebben jullie gedaan? De
jodenhaters waren. Ik reik de hand aan die beide handen. Heb ik haar in de fik gestoken? Hun zijn die nazi's. Jullie hebben het uitgelokt. Dat zeggen ze nu al. En de daders gaan ze niet pakken. Hé, wie waren het? Nazi's, HG'ers, lonzelers. Werk veel. ...27 relschoppers gearresteerd. En het is nog altijd niet duidelijk of de rellen iets te maken hebben... ...met de aanslag op onder meer Najiba A. Allemaal tegelijk. Ja. Hey. Wat? Kom eens. Moet je dit zien? Dit geloof je niet. Hier en hier, let op. Kijk, op alle 5 plaatsen waar die vrouwen in brand zijn gestoken... ...vallen de bewakingsbeelden uit. Hier, exact om... Bam. 10:51. Beelden zijn gewist. Nee. Er zijn geen beelden gewist, de camera's vallen uit. Allemaal tegelijk. Wie doet de beveiliging daar? En dat heb ik ook al gecheckt. Argus Ice BV. Argus Ice BV. Ja, zeg maar wel iets. Dat was een sportschoolhouder volgens mij. Vraag maar aan Edwin. Goed. Doe jij dat? Ja. Waarom immuun? Ach, die 3 Marokkanen die de IVD heeft, die zijn veel te oud. Luister Tamara, we kunnen immuun nu onmogelijk missen. Juist nu, na die aanslagen op de Blauwkamp-kazerne... en de doofpot... die we op het spoor zijn. Mijn hele kantoor is gesweept, hoor. Behalve die pen was er niks. Gesweept? Door wie? Door de AIVD. Iedereen had die pen kunnen achterlaten. Luister. Mimoun is op dit moment de enige die op zo'n korte termijn... kan infiltreren bij die Marokkaanse relschoppers. De hele top van Hollands Glorie, van dorp voorop... loopt te schreeuwen dat ik ze niet adequaat beveilig... Serieus? Ik heb al een motie van wantrouwen aan mijn broek. Hollands Glorie wil mijn kop en ik wil resultaat. Een flitsinfiltratie. Tamara moet zich van de week verdedigen tegen een motie van wantrouwen in de Kamer... en Van Dorp eist haar kop. Ik dacht dat die steekvlam van rechts kwam. Nee, jongens, die Van Dorp dat is een schoft, maar zoiets doet hij niet. Zou het einde van zijn partij betekenen? En... die Marokkaanse jongens dreigen Van Dorp te vermoorden. Nou, het zijn relschoppers. Die vuurdopers, dat zijn de echte terroristen. Nou, kom op. Actie, Mokro. We moeten zo snel mogelijk een insteek zien te vinden. Wij checken die moslimboys, beelden van de rellen... namen, leiders, strafblad, school... en de slachtoffers van de vuurdoop. Misschien moet je daarmee beginnen. Is die je zus? Nee. Was jij bij? Waarbij? Toen dat je bij zomaar vanzelf in brand vloog? Je bedoelt dat ze die klootzakken nog niet te pakken hebben? Ja, verschrikkelijk. Je was er gewoon bij. Heb je gezien wie het gedaan heeft? Fuck. Hey, ik heb 3 namen voor je. Ik denk dat er wel iets bij zit. Van Argus Ei? Dus kijk maar. Voor wie ben je hier? Mijn tante. Is ze erg verbrand? 2e graad. En haar oren... Hoe heet ze? Henna. Henna Hosseini. Kamer 392. Slahdin. Oh, sorry. Mm-hmm.
Je hebt dus niks gezien. Spuitbus met kruipolie. Kruipolie. Ik herkende de lucht van molybdeensulfide. Ik studeer chemie. Ja? Ik heb misschien een van die vuurdoopdaders. Zou je de dader herkennen? Grijs capuchon, leren jas, sportschoenen. Henk Heeres, lid van Hollands Glorie sinds de oprichting. Bodyguard van Dorp. Zijn neef is hoofdinspecteur van politie en zit in het bestuur van Argos. Hij komt bij die camera's. En heeft een motief, maat. Terreurzaaien, moslimstrijdwerk. Oké. Okay. Geef maar door aan politie. Maar je hebt dus niks tegen de politie gezegd? Ik ga hun eigen soort echt niet pakken. Anonieme tip. Als zijn eigen neef. Maat. Als het niet wel is, dan kunnen die gasten dus heel ver gaan zonder gepakt te worden. Maar denk je dat er nog nieuwe rellen uitbreken? Wraakacties tegen Van Dorp? Denk je dat er nog nieuwe rellen uit... En loopt Mimou gevaar? Maar we zijn hier niet om onszelf te beschermen. We kunnen Gerben toch op Hollands Glorie afsturen om een vinger aan de pols te houden? Hoe denk je dat Zorgvliet daar zelf over denkt? Kom op, Mat. Zorgvliet hoeft niet alles te weten. De politie heeft een of andere gast op ons afgestuurd. En hoe weet je dat hij naar de politie is? Sentimenteel gedoe binnen dit team brengt iedereen in gevaar. Moet jij zeggen. Als jij niet sentimenteel was gaan doen, dan was ik er nu niet. Weet je waar Gerben is? Hè? Gerben. Ja, die is daar. Hey. Hey, ben je achtervolgd? Nee. Maar het is me wel gelukt om een vriendinnetje van de gym te spreken. Khadija Al-Wutki. Oh, dus is van Rahim. Ja. Een van die railschoppers. Ja, die. En wist iets van die bedreigingen? Had het broertje er iets mee te maken? Oh, dat weet ik niet. Ik denk wel dat ik iets bij die meid voor elkaar kan krijgen. Moslimmeiden. Nee, moslimmeiden. Meisje is echt hip. Weet je, strak truitje, mooie broek, vet scootertje. Kenteken? Kenteken van dat vet scootertje. Shit. Nou, wil je kop erbij houden, man. Ik weet wanneer ik een meisje kan versieren. Dat voel ik, weet je. Het is de manier om bij haar broertje te komen. Het is de manier om in problemen te komen. Flitsinfiltratie. Wat wil je nou, hè? Wat wil je van haar weten? Naar mate? Of ze nog maagd is? Ik hou van shoppen, tv kijken, mijn Siamese kat Poco, spelen met mijn oude scheikundendoos, groene thee en leuke jongens met kleine brilletjes. Heeft ze het een half uurtje geleden opgezet? Ze wist waarschijnlijk dat jij de hive zou gaan checken. Ja. Ik word lid van de tegenpartij. Wat? Ja, beslissing van Helene. Hollands Glorie? Ja. Dus jij ook een flitsinfiltratie? Ja, er zit waarschijnlijk een van die mannen bij die die moslimmeiden in de fik hebben gestoken. Henk Heeres, bodyguard van Dorp. Hé, hey, wil je kopje erbij houden?
Nee, sorry. Nee, ik keek alleen even. Deze minister levert met haar knuffelbeleid ons land uit aan de extremistische moslims. Die over mij fatwas uitspreken. Die ons nazi's durven noemen. Zeker vergeten wie er de hele geschiedenis door de jodenhaters waren. Ik reik de hand aan wie mij de hand reikt. Democratie. Stemrecht. Oké. Maar je moet het wel verdienen. We hebben dit land opgebouwd voor ons en onze families. Gelijkheid, stemrecht. Mijn best, maar bewijs nou dat je gelijk bent. Dat je een burger bent. Werk voor je geld en spreek de Nederlandse taal. Dan kunnen we praten. Die opkomst, hè? Jullie zijn de enigen die wat doen. Vorige week heeft dat moslimtuig bij mij achter de werkplaats 20 kozijnen in de fik gestoken. Ik wil kunnen slapen. De week ervoor, gloednieuwe betonmolen, weg. Ik zeg tegen mevrouw naast genoeg, ik word gewoon lid. En, ben je er al lang bij? Ja, dat weet ik. Hoe gaat Gerben? Gerben, die is bij die toespraak. Toespraak? Oh, ja, toespraak voor Van Dorp. Ja. Weet hij ondertussen of... Ja? Nee, doe nou eens precies andersom. Oké, doei. Hoe gaat het met je tante? Andersom. Wil je er zien? Van welke krant zijn wij? Krant? Wat bedoel je? Hey, ik ben toch geen journalist? Man, ik lees geen eens kranten. Wat dacht je? Meneer Van Dorp die wordt nog niet genoeg gedemoniseerd. Dus even gaan kijken of ik er nog een schepje bovenop kan doen. Koud klusje? Ja. Dat ben ik. Ik bedoel, dat is mijn bedrijf. Een klusbedrijf. Goed bedrijf. Maar ja, nou weer die Roemenen, hè? Oh ja, dat is mijn moeder. Oh. Ja, eigen zaak, hè? Oké. Sorry, Dales. Een beetje voorzichtig zijn. Het zijn barre tijden. Zeg, jullie hadden toch zo'n glasschaal, hè? Kan ik niet eens een mooie offerte maken? En? Studeert chemie. Vond ik ook altijd een leuk vak. Weet je al meer over haar broertje en dat clubje van... Die zijn zo te horen niet veel van plan. Oh ja, het kenteken van een scooter. 12F... Niet veel van plan. Wat heb je precies gehoord? Ja, wat Gadisa al dacht. Dat ze geen wraakacties van plan zijn, anders zou zij het zeker gehoord hebben. Zeg, hoe zei je, hadden ze die sluizen aangestoken? De vuurdopers? Met spuitbusjes? Ja. Kruipolie, dacht Gadisa. Wil je hier eens naar kijken? Ja, is inderdaad kruipolie. GM35.
Sonja, heb jij nog die beelden van Dorpse chauffeur die met stenen worden bekogeld? Ja, hier. Kijk. Zie je dat? Van Dorp, chauffeur, Baris Heres. Kijk. 10:51. Waar zijn die bodyguards? Ja. Hollands Glory? Betrokken bij die aanslagen? In ieder geval figuren binnen de partij. Bodyguards van Dorp. We zijn aan het uitzoeken of die erbij betrokken is. Nou, dan had de AIVD dat moeten weten. Lisbeth Donker heeft er nooit iets over gezegd. Luister, Tamara. Er zijn sporen gevonden van kruipolie op dat dopje. De hel weet wat ze nog meer van plan zijn. Wat Van Dorp van plan is. Nu in Hollands Glory gaan zitten roeren? Dat zou politieke zelfmoord zijn. Nou, hou ze dan maar in de gaten. Als je godsnaam maar niemand er iets van merkt. En je gaat niet zomaar ingrijpen zonder bewijzen. We moeten zo snel mogelijk bij die heres. We hebben geen keuze alleen. Ja, wat was dat net met Mimoen op je camera? Je hebt meegekeken. Ja, natuurlijk, dan komt hij toch gewoon binnen. Waarom weet ik daar niks van? Waarom kan niemand me dat gewoon even van tevoren vertellen? Jezus. Mimoen, gaat het? Is het oké? Huh? Ja, maar heb je het? Hier. Zien. Mevrouw Zorgvliet, wat is de reactie op de motie van wantrouwen? Ik vind dat de heer Van Dorp daar wat overspannen heeft gereageerd. De feiten lijken mij gelijk te geven. De hele moslimgemeenschap heeft in zijn geheel zeer beheerst gereageerd op deze afschuwelijke gebeurtenissen. En ik heb daar heel veel bewondering voor. En het zou de heer Van Dorp sieren als hij daar ook eens wat meer respect voor zou tonen. Dames en heren, het spijt me, maar ik moet echt aan het werk. Dank u wel. Son. Son, heb je het gezien? Het was echt zo vet. Ik stond echt helemaal in de fik. Son. Het was echt heel cool. Het was ook wel eng hoor, maar... Het was vooral echt heel... Kijk eens. Hey,
mis je, Bas. Haar bed is leeg. Ja, vannacht aan een infectie. Hey, goed, hè? Wat is dit? Waar slaat dit op? Hey, zoals je ziet ben ik de ideale man voor jullie. Zelfde ideeën, dezelfde methodes. Wissen. Wat? Ja, maar dit is... Wissen, kom. Ja, maar... Hey. Zo. En je houdt je gedijst. Wees blij dat ze dood is, Salah ad-Din. Dat ze verder kunnen leven. Wat denk jij? Zit Van Dorp hier achter? Ik weet het niet. Echt niet? Vlieg tegen me. Reageer ik nog op. Hey, dat is goed, hè? Hey, Helene. En, wat zei ik? Hap, ik ga de nieuwe ruiten zetten bij het kantoor van Holland Glory. Personeel, ik moet even... Fantastisch. Zeg, als ik nog eens iets voor jullie kan doen. Wat reclame maken. Heb je misschien niet wat affiches of flyers? Ik kom overal. Kunnen zo wel even die hier gaan ophalen. Freek, die moet zo nog naar de garage. Oh, ik rij wel even achter hem aan. Nee, wij moeten nog wat bespreken. Heb jij de nieuwe code voor de garage al? Ik weet niet waar jij mee bezig bent. Ik wil het ook niet weten. Als bij een huiszoeking ook maar iets van jouw bezoekers in dit pand wordt aangetroffen, mijn advocaten weten jou te vinden. Ik hou schone handen. Hoe dan ook. Het is geen punt, meneer Van Dorp. Maak zich gewoon geen zorgen erover. Nou, je hebt het gehoord, hè? Van Dorp lijkt geen idee te hebben van die vuurdoopactie van zijn bodyguards. Zeg, ik heb nog meer. Toen ik mijn spullen aan het opruimen was, hoorde ik Heres tegen die gorilla van hem zeggen... Als we morgen de flyers gaan halen, gaan we meteen die garage opruimen. De garage. Waar is die? Ja, weet ik veel. Ja, zoeken. Vastgoed op Hollands Glory. Huurcontracten, koopwoningen. Garage Hollands Glory, Kanaalstraat 17. Precies, ja. Zo moeilijk is dat toch niet? Denk je dat het nog goed komt met Jan? Ja, mooie jongen. Ik heb een dringende klus voor je. Oh, van die garage? Ja, ik sms je de toegangscode. Ja, is oké.
Ik moet gaan. Sorry.
Helene. Ja, Mimoen. Schiet het een beetje op daar bij die garage? Ja, nee, het is allemaal in orde. Oké. Hoi. Helene, ik heb die garage afgezocht. Niks. Alleen maar flyers en posters en oude gordijnen. Waar is Son? Naar huis. Hoezo? Die voelde zich niet zo lekker. Oh? Oké. Lachen, hè, die oude schakelaartjes. Uit. Hoeveel is die? 50 cent. Alsjeblieft. Dag. Promotie gemaakt. Mag morgen met Van Dorp mee. Eens kijken of die wat loslaat. Heren, morgen weer een dag. Zullen we? Oh, wacht even. De garagecode vernieuwen. Wat?
Goedemorgen. Weet jij iets van Sonja? Ik kan haar niet bereiken. Ze slaapt waarschijnlijk nog. Sonja. Kwikbom in hoofdsteunauto van Dorp. Gerben zit in die auto. Mimon, kan je zien waar die auto is? Admiraalstraat. Hij rijdt richting West. Jongens. Jongens, ik moet stoppen. Hij rijdt. Jongens, wat kunnen we doen? Kwikschakelaar. Als hij over een hobbel rijdt, maakt hij contact. We hebben een bom in de auto. Wat? Rustig rijden, rustig. Allemaal. Waar heb je het over, man? Rustig rijden. Hey. Kunnen we niet, Gerben? Kijk dan hier! Nice. Hey, waar heb je het nou over, man? Sorry. Stop, man. Kijk hem!
Son. Son, ik heb een nieuwe code. Slim van me. Son. Son, het was niet zo slim van mij. Ik had dus gelijk. Het gevaar kwam van Marokkaanse kant. Ligt ietsje ingewikkelder, Tamara. Maar Van Dorp stijgt in de peilingen. De motie van wantrouwen is ingetrokken. Er is wel een meisje vermoord. Nee, zo moet je niet denken, Matt. Er is geen enkel bewijs dat Van Dorp erachter zat. De heer zendt ons een teken. Een vliegtuig vol kapers.